niet door. Goedemiddag, het is dinsdag 24 maart. En het is de 9e dag van de quarantaine. Ik had vanmorgen al een vlog gemaakt, maar toen kwam het nieuws over de eindexamens eroverheen. En ja, nu kan ik opnieuw beginnen. We leven ieder moment in een nieuwe realiteit. Een nieuwe werkelijkheid dringt zich aan ons op. En het is heel wonderlijk dat we ons steeds moeten aanpassen aan de nieuwe informatie en de nieuwe ontwikkelingen. Dus voor de eindexamenleerlingen is nu het bericht gekomen dat ze geen centraal schriftelijk hoeven te doen. En dat het schoolexamen zal gaan tellen als eindexamen. En dat betekent dat sommige leerlingen nog heel hard aan de bak moeten om hun cijfers op te halen. En dat andere mensen denken van nou, ik heb het al gehaald, hoera. Maar wat vooral heerst is het gevoel van ja, we waren een marathon aan het lopen en nu is de finishlijn opeens weggehaald. Dat zijn in ieder geval de woorden van mijn buurmeisje Julia, die ik zojuist even sprak. Zij zit op het Nicolaas en doet ook eindexamen. Mensen vinden het in ieder geval een heel wonderlijk idee dat het hele eindexamen geschrapt zou zijn. En daar moeten we allemaal even aan wennen. En wij moeten op het Vosjes nu bekijken hoe we de schoolexamens die voor de komende week gepland stonden nog verder gaan invullen. Ik heb zelf geen eindexamens, maar onder mijn collega's is er heel veel, ja, er zijn veel vragen, is veel gedoe. We hadden gehoopt op duidelijkheid vanuit de overheid, maar die is er ook niet echt. Scholen mogen een uitzondering vormen, wel eindexamens afnemen in grote gymzalen als de leerlingen maar ver genoeg uit elkaar zitten. Dus ja, dat zijn allemaal vragen en dingen die een school zelf moet gaan invullen. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ik ben eens even op het dakterras gaan staan. Dus je kan hier mijn buurtje zien. We hebben een binnentuin met allemaal achtertuinen. Een besloten binnentuin. Daar hebben mijn kinderen vroeger altijd heel veel gespeeld. Heel leuk. En wat moet ik verder vandaag nog melden? Nou, er komen steeds meer gevallen van corona ook in mijn indirecte omgeving, moet ik zeggen. Moeder van, zoon van, vriend van. En het komt steeds dichterbij. En er zijn nog een aantal andere ontwikkelingen te melden. Ik heb contact met mijn oud-collega Roel Rink. Die zat vast in de Filipijnen en had vreselijk moeite om weg te komen. Hij zat in een hutje aan zee op een heel klein eilandje. En er was eigenlijk geen mogelijkheid meer om weg te gaan. En ik heb hem ook een beetje geholpen door ambassade te bellen, door websites door te sturen. Had een beetje data, maar niet wifi. Dus als er langer aan de telefoon gehangen moest worden of dingen gedownload moesten worden, heb ik dat voor hem gedaan. Mijn efforts hebben niet zo heel veel effect gehad, maar hij heeft gewoon zichzelf gered, gelukkig. Tenminste, hij heeft nu een vervoer naar een vliegveld. Vliegveldje met waar een propellervliegtuig hem dan naar een ander eiland gaat brengen. En van daaruit kan hij dan hopelijk naar Manila. We hopen en bidden dat de KLM nog een vlucht van Manila naar Amsterdam gaat krijgen, maar ook dat is allemaal onzeker. En hij moet dan een verblijfplaats in Manila, maar de hotels zijn allemaal gesloten en je mag daar als buitenlander niet los op straat lopen. Je hebt daar nu een lockdown, je hebt een laissez-passer nodig of een vliegticket om te bewijzen dat je binnen een paar dagen weg bent. Dus voor Roel is het allemaal een beetje ingewikkeld, maar we houden de moed erin. En hij is onderweg naar huis, hopen we. Dus groetjes van Roel allemaal. En dit was het verslagje voor vandaag. Ik spreek jullie morgen weer. Tot ziens. En wat eten wij voor het ontbijt vandaag? Dat zijn wentelteefjes. Je doet een beetje melk in een bak. En je doet er een eitje bij. Je klopt het even. Dan leg je er een boterham in. Het is handig om zo'n vierkante bak te gebruiken. Boterham leg je erin en dan draai je hem om, zodat hij helemaal goed doordrongen is van melk en ei. En dan moet je hem voorzichtig omdraaien en dat is altijd de truc. Dus dat gaan we nu proberen. Iets te veel brood gekocht van Hamse. Niet helemaal netjes, maar oké. Dus dan kun je het beste wentelteefjes daarvan maken. Heerlijk met een beetje suiker en citroensap of honing of stroop of nog meer erge dingen die allemaal heel slecht zijn voor de lijn, maar af en toe moet ik even kunnen. Eet smakelijk!